Suriname en Nederland hebben gisteren een bilateraal drugsoverleg gevoerd. Er zijn daarbij 13 besluiten genomen waaraan beide delegaties zich zullen committeren om zodoende de samenwerking te intensiveren op het gebied van de drugsbestrijding. Het overleg wordt afgesloten met een bezoek van de Nederlandse delegatie aan de Jules Sedney haven en de Johan Adolf Pengel luchthaven. De Surinaamse delegatie werd voorgezeten door het Openbaar Ministerie en bestond verder ook uit vertegenwoordigers van het Korpspolitie Suriname, NV Luchthavenbeheer, het Justitieel Interventieteam, de douane en de douanerecherche. De Nederlandse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Maréchaussee en de politie liaison van Nederland in Suriname.